eerste flexwoningen geplaatst voor Oekraïners in Wijchen. Druten en Wijchen gaan samen nog meer opvanglocaties aanbieden. En turntoppers van de Hazekamp mogen naar het NK. De eerste flexwoningen voor de Oekraïense vluchtelingen in Wijchen zijn vandaag geplaatst. Aan de Oude Klapstraat komen 31 appartementen die ruimte geven voor ongeveer 200 Oekraïners. Ja, vandaag worden hier de eerste appartementen op de plek gehesen voor een opvanglocatie, voor een woonlocatie voor de Oekraïense vluchtelingen. Gemeente Wijchen vangt nu ook al 180 vluchtelingen op, maar deze worden dus overgeplaatst. Nou, omdat deze plek heel snel beschikbaar is en was. Op dit moment zitten de Oekraïense vluchtelingen in het oude gemeentekantoor. Helaas duurt de oorlog in Oekraïne langer dan we hopen met z'n allen. En zorgen we nu voor een alternatieve plek. En deze plek was snel beschikbaar, zoals ik zei. Dit heeft voor de omwonenden invloed op hun leefomgeving. Zij vonden eerder nog dat zij te weinig werden meegenomen in de besluiten. Nou, dat valt wel mee. Er is heel zorgvuldig met de omwoning gecommuniceerd. Ze zijn ook allemaal aan de voorkant betrokken. Op het moment dat het besluit wel genomen was, zo is het wel gegaan. En de omwonenden praten op dit moment ook mee over groene inrichting, over verkeer. We hebben eigenlijk, voel ik, heel veel steun uit de omgeving juist. Hier komen nu dus vluchtelingen, maar de gemeente heeft verder gedacht en heeft meer plannen voor deze locatie. Nou ja, inderdaad, op het moment dat de Oekraïense vluchtelingen eruit gaan, hopelijk zo snel mogelijk, dan hebben wij de keuze gemaakt om de appartementen te laten staan en beschikbaar te maken voor starters aan jongeren. En dat is volgens mij een heel mooi concept. Dus we hebben ook gekozen voor een hogere kwaliteit dan normaal. Woonkwaliteit, ook qua uitstraling, dat zul je straks zien. Zodat zodra de vluchtelingen weg zijn, starters aan jongeren hier mogen gaan wonen. De turnvereniging De Hazekamp in Nijmegen is de afgelopen jaren flink gegroeid. Niet alleen in het aantal leden, maar onder hen scharen zich ook steeds meer potentiële topsporters. Tijdens de landelijke plaatsingswedstrijd die vorige maand plaatsvond, hebben inmiddels 4 sporters van de herenafdeling zich geplaatst voor de bondsfinale. In de Sportcube, het trainingscomplex van de club aan de Rosa de Limastraat, wordt momenteel hard geoefend voor de bondsfinale. 4 jaar geleden was er een andere hoofdtrainer hier in de zaal en was het groepje best wel beperkt. De afgelopen jaren hebben wij echt ingezet om de groep te verbreden, veel meer sporters aan te trekken en een grotere vijver eigenlijk te hebben waar we uit kunnen vissen om vervolgens naar het hogere niveau toe te stappen. De 12-jarige Wessel zit al op een aardig hoog niveau. Hij is een van de 4 heren die naar de bondsfinale mag. Aanstaande zaterdag wordt dan ook een belangrijke dag voor hem. Nou, dan ga ik naar een sporthal. Eenmaal Purmerend. En dan ga ik dan mijn oefeningen laten zien aan de juryleden. Aan de juryleden, want wat is het voor een dag? Het is een finale van Nederlandse kampioenschappen. Jeetje, en hoe vind je dat als je daar aan meedoet? Nou, ik vind het zeker wel heel cool. En ook trainer Mark vindt het cool dat zijn leerlingen al zo goed presteren. Het is heel knap dat zij momenteel nu al op de bondsfinale staan. Omdat deze sporters staan in principe voor de eerste keer nu echt in een bondsfinale. En het eerste keer ook in deze categorie. Want in principe in het turnen zit jij 2 jaar in dezelfde categorie. En nu is het eerste jaar voor deze sporters. Dus het is eigenlijk extra knap. Want volgend jaar is eigenlijk pas echt het seizoen dat zij echt moeten shinen. Voor Lucas en Jelle zijn het ook spannende tijden. De 14-jarigen mogen volgend weekend aantreden op het kampioenschap, dus worden sommige oefeningen nog even geperfectioneerd. Ja, vooral nu hier met sprong is wel handig, want dat landen is wel erg lastig. Maar voor de rest vloer, want ik doe ook extra finale, toestelfinale vloer, dus daar moet ik ook extra mijn best op doen. Ga jij de sprong ook perfectioneren of heb jij een andere oefening waarvoor je denkt? Ik ben gekwalificeerd voor de sprongfinale, dus ik moet me ook wat meer richten op sprong. Dus. En hoewel de turnsport nog vaak geassocieerd wordt met meiden, wil de Hazekamp vooral het tegengeluid laten horen.
dat het zeker ook een sport voor jongens is. Nou, het is een beetje een tegengeluid inderdaad, want als turnen in het nieuws komt is het vaak turnen dames. Maar we zien wel nu, omdat wij in hebben gezet op de gezelligheid van de groep en vooral op een leuk team ook erachter zetten, dat toch die ontwikkelingen zich doorzetten. Ja, ik vind het gewoon leuk dat je gewoon, ja, ik vind salto's doen en gewoon coole trucjes doen vind ik gewoon heel leuk. En daarom is ja, turnen heel leuk, dat is sterk van. Hoewel de Hazekamp eigenlijk bekend staat om het turnen dames ook wel in het verleden, het hoge niveau turnen, proberen wij dus nu ook eigenlijk ook in deze discipline de sporters te bedienen. De gemeenten Druten en Wijchen gaan samen opvanglocaties aanbieden voor vluchtelingen. Aan de Teersdijk in Wijchen komt een asielzoekerscentrum voor 300 mensen. Druten zorgt voor een tijdelijke crisisnoodopvanglocatie voor 100 asielzoekers en extra woonruimte voor 25 statushouders. Dat laten beide gemeenten weten in een gezamenlijk persbericht. Volgens de Wijchense burgemeester Renske Helma Engelbert willen beide gemeenten zelf bepalen welke locaties geschikt zijn om vluchtelingen op te vangen. Daarom komen ze nu in actie, aangezien de regering bezig is met een zogenoemde spreidingwet. Binnenkort is het weer tijd voor het meifeest van Stichting CAP. Van 1 mei tot en met 4 mei is er 4 dagen lang van alles te doen voor mensen met en zonder een beperking. We kijken alvast op de manege waar het allemaal gaat gebeuren. Op de manege spraken we met Sabine. Ze is een medewerker van Stichting CAP en ze vertelde ons alvast een beetje over het meifeest. Wij organiseren de meifeesten om de kinderen met beperking ook een leuke vakantieactiviteit te bieden. En om ze te laten integreren met kinderen zonder beperking, zodat de kinderen zonder beperking en met beperking leuk samen kunnen werken en samen plezier kunnen maken. Tijdens deze 4 dagen worden er allerlei activiteiten georganiseerd. De meeste activiteiten hebben met paarden te maken, maar er zijn ook activiteiten die niks met dieren te maken hebben. We gaan natuurlijk de paarden verzorgen, heel veel plezier maken, paardrijden, paardrijlessen hebben, rijden met de koets. We gaan knutselspannetjes doen, we gaan voltigeren, dat is kunstjes maken op het paard. Ja, en ja, alles wat erbij komt. Sabine is al vaker betrokken geweest bij een meifeest. Ze weet dus precies waarom het zo leuk is om naar het meifeest toe te komen. Nou, je werkt met paarden, je werkt in de buitenlucht, je werkt samen met elkaar, je maakt plezier, we gaan leuke dingen doen. Dus ja, wie wil er nou niet komen? Stichting CAP wordt niet gesteund door de gemeente Nijmegen. Daarom is het belangrijk dat er mensen zijn die de stichting financieel kunnen steunen. Deze zijn er al, maar meer steun is altijd welkom. Nou, je kunt steunen door via de website de link op te zoeken en een donatie te doen. We kunnen ook goede oude paardenspullen gebruiken. Die worden weer verkocht. We hebben een kledingcontainer waar kleding verzameld wordt. En de opbrengsten gaan ook naar Stichting CAP. En die staat op onze locatie op de Winkelsteeg. Dan kijken we weer even naar de sociale media. Gemeente Overbetuwe nodigt inwoners uit om lid te worden van de werkgroep Regenton. Hierin kan men meedenken en meedoen aan een duurzaam Overbetuwe. De startersbijeenkomst is op 18 april in Dorpshuis De Schakel. Naast een interessant programma is er ook een leuke prijs te winnen. De Stevenskerk kondigt op Facebook een nieuw festival aan. Op Tweede Pinksterdag vindt in de kerk het Novio Magica Fantasy Festival plaats. Het is het eerste fantasyfestival dat zich volledig richt op boeken en films. En in aanloop naar de derby van aanstaande zondag, NEC Vitesse, laat volkszanger Ronnie Ruijsdaal op Facebook weten dat hij ook van de partij is in de Goffert. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Vitesse mag hij optreden op de middenstip, dus dat wordt inhaken. Bij de Radboud UMC is sinds kort een kunstroute. De route bevindt zich tussen de Radboud UMC en de Radboud Campus. De eerste twee kunstwerken zijn al onthuld. Ja, nou, dit is het eerste stationnetje van de Walk of Wonder. En de Walk of Wonder loopt van het kasteeltje Heijendaal naar het Berg Marianum. Dus van een gebouw van het Radboud UMC naar een gebouw van de Radboud Universiteit. En dit is de eerste station wat verbeeldt het muziekkunstwerk wat uit de garage opstijgt op het moment dat je ernaar luistert. Een hoop mensen zijn betrokken bij de kunstroute. Je kunt nu al over de route wandelen, maar nog niet alle kunstwerken staan er al. De bedoeling is dat er ieder kwartaal een nieuw kunstwerk wordt gepresenteerd.
Nou, een hele grote groep mensen zijn erbij betrokken. En vooral van bouwzaken, maar ook mensen van de organisatie. Dus heel veel mensen hebben zich met dit idee bezig gehouden om te zorgen dat dit idee ook werkelijkheid werd. En Philips Studios in Arnhem is degene die deze stationnetjes ontwikkeld hebben. En deze stationnetjes verwijzen dus naar het kunstwerk. En hier is het een geluidskunstwerk. En verderop is het bijvoorbeeld een kunstwerk met spiegels. En daarnaast is het een groot schilderij. Het zijn allemaal verschillende kunstwerken en het laatste is een geurkunstwerk. Dus het zijn allemaal kunstwerken op de grens tussen het een en het ander. Precies wat wij ook met die kunstroute willen maken. De initiatiefnemers hebben tot nu toe goede feedback gekregen over de kunstroute. Ook zelf zijn ze erg tevreden over de gesprekken en de interactie die ontstond toen ze zelf deze route liepen. Nou, we hebben het gelopen tot nu toe met de college van bestuur en raad van bestuur bij de opening, bij de kick-off van de route, van de Walk of Wonder. En nou, de mensen vonden het heel inspirerend, want wat je doet is dat je samen de kunstroute loopt en ondertussen sta je stil bij een zo'n stationnetje, kun je lezen waar het over gaat. Kun je de route ook zelf zien, hier zie je de route zelf, als een soort asculaap, als een soort slang. En wat, als je dat dan loopt van de ene naar de andere, wat je dan ziet, is dat je bijzondere gesprekken met elkaar krijgt om te praten over wat zien we nou hier, wat gebeurt er, hoe gaan wij om met datgene wat op ons pad komt, op ons levenspad. Dus de eerste keer, de opening, vonden wij al heel bijzonder, want er gebeurde precies datgene wat wij hoopten dat er zou gebeuren. Dat mensen met elkaar en met de kunstwerken, als het ware, in interactie gaan. Ja, dan het weer. Goed nieuws. De meeste nattigheid lijken we even achter de rug te hebben. De laatste buien trekken het land uit en komende nacht kan het opklaren en kan het even tegen het vriespunt komen te liggen. Morgen belooft vervolgens een prima dag te worden met af en toe wat bewolking, maar er is ook ruimte voor de zon. Temperatuur morgen die stijgt al naar 15 graden. De dagen na blijft het op een enkele bui naar droog en in de nieuwe week stijgt de temperatuur ook steeds verder door. In de loop van volgende week bereiken we zelfs de 20 graden, inclusief zonneschijn. Dus terras weer. Dit was het RN7 regionieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl. Alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. En heb je zelf een tip voor onze redactie? Stuur dan even een mailtje naar redactie@rn7.nl. En wij zijn er morgen weer. Tot dan!